Op woensdag 24 september speelde hoofdklasse Dosco in de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi. Nadat vorige maand in de eerste ronde tweede klasse VV Oude Maas naar verlenging met 1-3 was verslagen, was nu eerste divisionist De Graafschap de tegenstander. In Hotel de Schelde in Bergen op Zoom vertelde trainer Peter Sveres na een uitgebreide lunch wat de tactiek en de opstelling zou worden. En je moet in zo'n wedstrijd moet je ingaan dat je kijkt van waar liggen onze mogelijkheden. De eerste kans van de wedstrijd was voor de aanvoerder van Dosco, Nicky Nuitemans. Maar na een half uur was het De Graafschap die op een 0-1 voorsprong kwam via rechtsback Nathaniel Wil. In de tweede helft kon De Graafschap de voorsprong verdubbelen door kansen van Jerry van Ewijk en Vincent Vermeij. In de 73e minuut had Dosco de kans op de gelijkmaker, maar de bal werd net voorlangs geschoten. De Graafschap bekert door en Dosco kan met opgeheven hoofd het bekertoernooi verlaten. Met wat voor gevoel staat de trainer van Dosco na een wedstrijd die met 1-0 verloren wordt? Ja, ik denk met een heel trots gevoel. Ik denk dat je met ploeg alleen maar complimenten kan maken in deze wedstrijd. Dat je denk tot het eind toe een wedstrijd van hebt gemaakt. Helaas heeft het niet zo mogen zijn dat wij als eerste scoren. Ik denk dat we daar onze twee momenten voor hebben gehad. Ik had het idee dat je voor rust liep te solliciteren naar een contract in het betaalde voetbal. Nou, het contract naar het betaalde voetbal, jezelf ging wel aardig, ja, ging niet verkeerd. Je scoort niet? Nee, ik scoor niet, nee. Ik heb één kansje gehad, die schoot ik verhoek en die pakte de keeper. En twee keer momenten eerst zelf, waardoor ik 1-2 man passeer en hem afleg. Mike van der Kieboom, je speelt de wedstrijd van je leven en toch ga je met een zuur gezicht van het veld. Nou, ik heb niet de wedstrijd van mijn leven gespeeld. Ik heb misschien verdedigend wel, maar aanvallend zeker niet. En, dat zuur gezicht, ja. Ik vond De Graafschap niet best. En we hadden hier ook gewoon makkelijk. We hadden hier gewoon kunnen winnen. Tweede helft zag je Dosco toch een klein beetje wegzakken. Is dat dan de vermoeidheid? Ja, ik denk het wel. Je zelf te veel geven natuurlijk. En je weet het, hun hebben veel balbezit. En hun weten dat, of die gaan voor die goal snel maken. Dat gebeurt na een half uur of zo. En dat is moeilijk om daar tegen te voetballen, ja. Ik denk dat jij voor rust enkele keren van je stoel bent opgeveerd. Ja, inderdaad. Ik denk met de twee momenten die ik net aangaf. Onze twee doelrijpe kansen, waar we in eigenlijk op dat moment hadden toe moeten slaan. Ook met het moment dat we de goal tegenkregen, ben ik opgeveerd. Want we hadden bepaalde afspraken staan dat we constant zouden mee blijven lopen met onze man. Niet af zouden wachten totdat de tegenstander de actie ondernam, maar gewoon gelijk zelf het gat dichten. Ja, dat gebeurde op dat moment aan de linkerkant gebeurde dat niet goed, waar hun gelijk rechtstreeks van profiteren. Laten we het even over dat doelpunt hebben. Dat kwam heel vreemd tot stand. Ja, hij komt vanaf hun rechterkant naar binnen. En op dat moment staan er 3 man voor mij en ik zie hem even niet. Op het moment dat ik wel weer zicht op de bal heb, wordt hij van richting veranderd een beetje. En hij vliegt zo de korte hoek in, tergend langzaam. Dus ik baal er wel van. Droom jij nog altijd van het betaalde voetbal, Marvin Bedaf? Ja, dromen doe ik altijd, ja. Ja, klopt. Oké, dankjewel.